Welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe Telefoon Gadgets video van AliExpress. En we hebben hier al een paar video's van opgenomen en die vinden jullie elke keer echt heel erg leuk. En wij vinden het ook super leuk om deze op te nemen voor jullie. Dus vandaar dat we weer vandaag terug zijn met nieuwe gadgets. Maar voordat we verder gaan, vergeet je niet alvast te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En geef ons ook alvast even een duimpje omhoog. En dan gaan we nu verder met deze video. Eerste gadget komt je misschien wel bekend voor, want deze heb ik ook laten zien in volgens mij de vorige Telefoon Gadgets video. En ik laat hem weer in deze video zien, omdat ik de vorige keer het hoesje had gekregen voor een iPhone 6 Plus of een 8 Plus, ik weet niet zo goed meer. Maar ja, die telefoon hadden wij niet, dus het hoesje paste niet. Dus ik heb hem deze keer wel binnengekregen voor het juiste modeltelefoon. En ik zal nog een keertje uitleggen wat het nou precies voor hoesje is. Dit is dus een hoesje die kan je overal opplakken waar je maar wil. Je haalt zeg maar de achterste strip eraf en dan plak je hem op je raam, op je spiegel en dan kan je lekker make-uppen bijvoorbeeld. En tegelijkertijd een video kijken, dus dat is super ideaal. Ik ben heel erg benieuwd of deze het gewicht van onze telefoon gaat houden, dus laat het even gaan testen. We zijn in mijn slaapkamer beland, want hier heb ik mijn kaptafeltje staan waar ik altijd mijn make-up doe. Dat is waar ik het over heb. Hier kijk ik altijd in en hier wil ik dus even kijken of we daar de telefoon kunnen ophangen, want dat zou echt ideaal zijn. Nou, we hebben deze keer gewoon een passend hoesje, dus daar ben ik al super blij mee. Althans, ik hoop en dat het past. We hebben nog niet getest. Nou, hé. Hey. Topper! Nou, we hebben eventjes die kussens eronder gelegd, gewoon just in case. Oh! Je hebt zo'n klein krukje. Ja, ik heb die kussens neergelegd voor die iPhone, maar blijkbaar moet ik hier ook kussens neerleggen voor jou. Oké, 3, 2, 1. Oh, scheef. Maar wow, is het goed vast, man. Nou, super handig. Dan kan je hier dus je make-up doen. Terwijl je een videootje kijkt. Lijkt het echt? Ja, ik geef het toe. Ik vind hem vet. Larissa zei net al van hij waarschijnlijk plakt hij niet op elk object. Maar ik wil toch heel even testen waar hij op kan plakken. Dus we hebben het raam gehad, dat werkt. Tada! Wauw. Ja, misschien zo'n keukenkastje ja, of zo. Keukenkastje. Of op gewoon dit. Hier plakt het sowieso op. Ja. Dus als je hier aan het koken bent, dat is ook ideaal. Daar plakt het sowieso. Dit soort tegels. Nou, perfect. Dat is echt dan kan je een receptje erop doen en dan kan je gewoon koken tegelijk. En dan hoef je niet helemaal... Dat is makkelijk. Ja. Nou, ik ben blij dat we hem deze keer helemaal volledig hebben kunnen testen. En we geven hem allebei echt een goede duim omhoog. Volgende item is ook iets dat kan plakken. En dat is Amazing Nano Rubber Pad. En dit zou dus een rubberen pad zijn die je overal op kan plakken. En als je dan je telefoon erop legt, dan blijft hij zitten. Ja, het mooie aan deze is dat ze zeggen dat het ook echt werkt op hout, op muren. Dus dat zijn dingen waar volgens mij het vorige hoesje die we jullie lieten zien, volgens mij niet per se op werkt. Maar deze zou wel echt moeten werken. En ik heb even snel in de reviews gekeken en mensen waren er echt helemaal wow is over. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat eigenlijk echt zo is. En wat het fijne aan deze is, dat je hem dus ook kan gebruiken voor verschillende telefoons, omdat het dus niet een hoesje is. Ja, nou, in zo'n verpakking zitten dan in totaal 2 van deze pads. De een lijkt een beetje op een inlegje eigenlijk. En de ander is gewoon rechthoekig. Dus dat is wel chill dat je dit... Oh, ik heb hem net gebroken. Nee, dat denk ik niet. Het is gewoon rubber. Het is een soort van siliconen, dus dat is niet zo, maar... Nou, ik ben heel erg benieuwd of het werkt. En of wij net zo impressed zijn als iedereen in de reviews. Jij zei het al net in het andere stukje van oh help, heb ik hem gebroken. Maar ik zie dat hij dus in verschillende hoeken te vormen is. Waardoor je hem dus ook kan gebruiken als of als telefoonstandaard. En die andere, dus het maandverbandvormpje, die is volgens mij gewoon voor het ophangen. Maar waarom die dan zo'n maandverbandvormpje heeft, dat weet ik niet. Ik zal eerst inderdaad deze pakken. Heel bizar. Dit doen. Zoiets, dus dan plak je hem en dan pak je je telefoon. Oh my god! Het voelt wel een beetje viezig aan, zeg maar. Mijn vingers blijven nu vastzitten. Okay. Maar je kan het gewoon wassen onder de kraan als die echt helemaal ranzig is met allemaal kruimels en stof. Maar dit is wel echt super easy. Maar dan pakken we nu eerst even het maandverbandje erbij. En die is dus volgens mij, ja... Wel helemaal flexibel. En die kunnen we dus ook op het raam plakken. Net zoals we net hadden gedaan. Met echt? Dat die blijft hangen? Dat is goed. Dus ik had zeg maar in mijn hoofd dat die gewoon van schuine objecten niet zou glijden. Maar hangen? Wacht. Ik ga even aan de andere kant staan. En we hebben hier even
iPhone 6 die doet inmiddels niet meer. Die is overleden sinds de vorige video. Zal ik het gewoon plakken? Ja. Oh shit, ook scheef, maar... Holy shit. Hallo! Dat is... Wow. Hij zit ook weer echt super strak vast. Hè, maar dat is heel raar. Hoe dat werkt is dit toch dan? Crazy. Maar hij zit niet eens echt... Hij zit er alleen tegen... Wow, is het super erg... Huh? Wat is dit voor raar spul? Amazing nano rubber, strong absorption, everything can stick. Dus je kan ook iets anders aan je telefoon erop doen. Oké, ze zeggen everything can stick. Ik heb hier een highlighter. Oh ja! iPad mini. Wow! Dat is wel nice, hè? Oké, alles blijft plakken, dus ook... een zak noten. Geld. Een mandarijn. Pita broodjes. En zelfs een lepel. We dachten we maken er even een messenhouder van. En vaak zijn die magnetisch. Ja. Maar deze plakt natuurlijk heel goed. Misschien wel wat gevaarlijker, maar aan de andere kant. Oh. Oké, okay, wacht. Nou, dat houdertje is misschien te dik. Kijk. Ah. Nou, dat is echt ideaal. Want ik wil dus heel graag een messenhouder, maar ik wil niet in deze tegels moeten boren. Ja, dus voor huurwoningen. Oh. Hmm. Deze zouden ze ook kunnen plakken op hout en op muren en zo. Dus we willen dat ook eventjes gaan testen. Want dat betekent... dat je dus een schilderijtje kan ophangen zonder dat je een gaatje hoeft te boren. Dat is ideaal. Nou, we hebben hem eventjes hier achterop geplakt. Niet helemaal recht, maar daar gaat het nu eventjes niet om. We gaan even kijken of dit werkt. Maar wat goed, zit hij een beetje stevig? Want hij zit op een heel klein randje. Hij is niet echt stevig, maar dat komt omdat hij inderdaad op een klein randje zit. Ja, maar... dus als je gewoon een platte lijst hebt, dan kan die wat beter. Nu zit hij alleen maar op dat metalen randje. Ja. We hebben hem nu op de lightbox geplaatst. Je kan hem dus overal hangen waar je wilt, ook op de meest onlogische plekken. Tadaa! Voelt hij stevig? Ja. Ja, op zich. Hij voelt best wel stevig aan, hè? Kijk, zeg maar, ik weet niet hoe lang het blijft hangen. Ik weet niet of het 5 dagen blijft hangen, 5 weken. De Amazing Rubber Pad Houder. Plakker. Dikke duim. Echt super gaaf en heel erg handig. Verschillende dingetjes. Wat je maar wilt. Volgende item is weer een hoesje. Maar ook dit is weer niet een zomaar hoesje of zomaar een hoesje. It's very special. Hij is heel erg handig, vooral deze. En dit hoesje leek me heel erg leuk en handig, omdat hij er ten eerste wel heel erg mooi uitziet. Hij was verkrijgbaar in verschillende soorten printjes. Maar ik heb gewoon gekozen voor de zwarte marble, omdat hij heel erg mooi is. En op de achterkant heb je een soort van knopje zitten. En als je daarop drukt, of als je hem naar beneden drukt, dan ontstaat er eigenlijk een soort van sling grip. Dus daar kan je dan weer je hand of je vinger doorheen halen. En... Dat is gewoon super veilig. Maar wat ik zelf wel fijn vind, is dat hij dus een beetje in het hoesje verborgen zit. Ja. Want normaal plak je zo'n slingrip op je hoesje en dat maakt hem toch iets boller. En dan ligt hij niet zo lekker plat op je bureau. Maar nu kan je hem wel plat maken. Het enige wat dan een beetje bol is, is het hele platte knopje. Maar dat is eigenlijk gewoon verwaarloosbaar. En ik zit nou te denken, als je zeg maar hele brede vingers hebt, dan kan je gewoon 1 vinger doorheen doen. Je kan er misschien wel zelfs 2 doorheen. Ja, dat past. En als je hele smalle vingertjes hebt, dan kan je misschien weer zo'n soort van terug doen. Je kan hem gewoon aanpassen. Dus dan zit hij wat strakker. Dus dat ziet er wel echt super cool uit. En hij voelt heel erg... Het ziet er ook goed uit. Mooi en stevig uit, hè? Ja, het enige wat we niet helemaal begrijpen is dat er een tekst op staat. Ja. I want personality, not trivial. Ik weet niet zo goed wat dat betekent. Ja, die tekst had vanuit voor mij niet echt gehoeven. Dus het is een beetje jammer dat ze dat dan weer hebben toegevoegd. Maar desondanks is het wel echt... Hij voelt gewoon ook heel mooi aan. Ja. En dikker. Oh, wacht. Trouwens... Dit ook nog. Dat zit er ook nog in verborgen. Een soort van metalen dingetje. Die kan je dus eruit halen. En dan kan je je telefoon dus zo neerzetten. Dat is wel echt heel erg cool. Hij had misschien iets beter zo kunnen staan. Maar je kan hem ook nog zo neerzetten natuurlijk. Oh ja, dat was het. Kijk dan. Heel erg handig. En dit is dus allemaal helemaal erin verborgen. En ook bij deze inderdaad steekt het niet uit. Want je drukt hem gewoon weer zo terug. Dus dat is echt wel heel erg cool. Dat het zo mooi is weggewerkt. Nou, dit is heel makkelijk. Het is echt een kwestie van... Kijken of die past, dat ten eerste. Het lijkt wel goed aan te sluiten. Het ziet voelt wel als een goed en stevig hoesje. Gaat hij een beetje over het scherm aan de bovenkant? Ja, hij zit hier inderdaad een beetje aan de bovenkant. Oh, dat is fijn. Even kijken hoor. Ik weet niet of die volledig, of die alsnog op zijn glas ligt, omdat ik een dikke plaatje erop heb zitten. Maar ja, hij ziet er goed uit. En dit is natuurlijk wel heel erg leuk. Ja, hij bounce wel een beetje mee, zeg maar. En kan je hem wat strakker maken? Waardoor... Blijft hij dan nog steeds zitten om je vinger? Ja, even kijken. Hoe doe je hem weer terug?
Oh, zit hij nu vast? Oké, we hadden net dat als mijn telefoon erin zit, dat dat knopje niet zo soepel gaat. Omdat hij natuurlijk wat strakker zit. Maar nu gaat hij wel weer. Hij gaat wel heen, hij gaat alleen niet terug. Nu kijk, weer niet? Nee. Oh, dat is echt vreemd. Alsof hij eraan iets vast zit. Ja, zeg maar die kant gaat wel, maar terug wil hij echt niet. Dat is echt niet handig. Ja, dat is een nadeel. Deze hebben we ook nog niet getest. Kijk, dat is echt best dit wel vind mooi. Ik dan wel weer heel leuk. Ja, en kan die ook op de andere kant staan? Zo? Ja. Dus het hoesje is wel heel erg mooi. Dat je hem dus niet meer echt goed kan verstellen daarna, vinden we wat minder. Dus een half duimpje. Het volgende pakje is een stuk groter. Het is namelijk dit pakketje. En ik moet heel eventjes terugblikken weer naar onze vorige video. Toen hadden we namelijk een hele grote houder om je telefoon in te zetten. Zodat je een beetje kon relaxen op de bank bijvoorbeeld. En dan houdt die houder je telefoon vast. En dat leek ons echt super amazing en super handig. Maar hij heeft wel een klein beetje, er is een vensterbank kapot gemaakt. Ja, die klemmen zijn een beetje scherp. Ja, en we liepen er een beetje tegenaan dat je zeg maar niet overal iets hebt waar je hem op kan klikken. Mm-hmm. Dus dan dachten we hebben iets anders nodig, een alternatief. Ik zal hem even uit het plastic halen. En dat is dus dit apparaat. Toen ik de foto voorbij zag komen op AliExpress, dacht ik echt, oh my god. Ik denk dat we hem eventjes goed uit elkaar moeten gaan, moeten gaan rekken. En dit moet denk ik zo. Het is echt een apparaat gewoon. Wat wel heel erg mooi is, of je ziet eigenlijk al meteen, is dat dit gedeelte is een beetje verdikt. En dat heeft een reden, want deze houder die ga je niet op een tafel klikken. Of waar dan ook. Nee hoor. Om je nek. Oh, dit zit wel heel erg dicht bij je gezicht. Oh, dat kan je aanpassen. Hij is helemaal rek en zo, dus je kan hem echt helemaal doen waar je wilt. En hier doe je dan natuurlijk je telefoon in. Deze kan je verstellen door te draaien aan het knopje. En dan groter of kleiner te maken. En deze klik je dus op de houder. Nou. Okay. Dus het ziet er echt uit als een super bizar groot apparaat. Een of andere grote buitenboordbeugel doet ja. Aan denken. Maar laten we hem nog even wat beter gaan testen. Die beelden gaan jullie nu zien. De telefoon moet er dan weer in. Is het nu zwaarder dat er een telefoon in zit? Het is wel iets zwaarder, ja. Maar het is niet per se super zwaar. Maar in principe zou ik er zeg maar gewoon mee rond kunnen lopen. Gewoon kunnen doen wat ik wil. De was doen of zo. Ja, hoe erg. Video kijk. Hoe ziet hij eruit? Zo kan je echt niet in het rijtje zitten, of wel? Nee, maar ik moet zeggen, ik vind het zelf niet echt heel erg idioot eruit zien. Het ziet er gewoon uit als een ding zo van waar je meteen jaloers op wordt, omdat je iets hebt van, oh my god, dat wil ik ook. Oh. En wat heel erg fijn is, jij kan nu gewoon hier op de bank zitten, maar als je wil kun je ook gaan liggen. En je hoeft niet zeg maar je standaard te verwisselen. Je kan gewoon, je hebt die vrijheid. Ja, dit is... Geniet ons. Dit is het leven. Dit is echt handig. Wil je hem ook even proberen? Ja, ik ben ook wel heel benieuwd. It's amazing. Ik heb even liggen erbij hoor. Ik vind hem vooral comfortabel in lichthouding. Ja. Dat is echt ideaal. Want dan lig je ook zeg maar stil. Ja, en dan zit hij zeg maar net, dan hoef je niet zo, dan kijk je al naar boven en anders kijk je iets meer naar beneden. Gelijk. En nu heb je handen vrij om gewoon lekker wat te eten, wat te drinken. Dit is toch te gek? Ik kan maar niemand bedenken die dit niet wilt. Het is heel handig, ja. Love it. Nou, deze houder voor je telefoon is voor ons echt een duim omhoog. Volgende item zit in een doosje en het heeft ook kabels nodig. Het zijn namelijk knock-off AirPods. Hoe heet het ook weer? iPods? Nee, Apple. Iets met i, toch? Waarschijnlijk zo. iPods. Misschien Apple. iPods. De draadloze oortjes van Apple. Laten we daarop houden. En die zijn bij Apple natuurlijk gewoon in het wit. Maar op AliExpress kan je dus knock-offs kopen in verschillende kleurtjes. Volgens mij zelfs blauw, groen, rood, wit en ook zwart. En ik dacht, nou weet je, ik koop knock-offs. Dus ik neem ook wel gewoon een kleur die niet echt zijn, weet je wel. Ik doe niet alsof ze echt van Apple zijn. Maar het leek me heel erg handig. Want ik had wel eens vaker al verhalen gehoord over deze oordopjes van Apple dan. Die echt gewoon super handig zijn. Het leek me ook heel erg handig. Alleen, die echte zijn €100. Dus ik dacht, ik ga toch even kijken of ik wat meer budgetproof kan vinden. En die heb ik dus gevonden op AliExpress. Ik moet zeggen dat de reviews van deze verkoper en van deze oordopjes echt enorm lovend waren. Echt gewoon super veel en heel veel positieve mensen. Dus ik dacht, nou, dan ga ik het ook even proberen. De oordopjes, nou, omdat ze dus draadloos zijn, moet je ze wel gaan verbinden via Bluetooth met je telefoon. En dat doe je dus door gewoon op deze knopjes te drukken die hier zitten. Ze gaan nu blauw branden en rood. Dat betekent dat hij zeg maar wilt
ja, connecten met andere apparaten. Oh ja. Ja, dat is het. De Swiss i7. Ja. Dus geen idee of ze allemaal zo heten, maar deze heet in ieder geval wel zo. Synchroniseren van contacten en favorieten. Hoezo wil je mijn contacten hebben dan? Je wordt mogelijk gevraagd om contacten, telefoonfavorieten en recente gesprekken via Bluetooth over te zetten. What? Wat? Nee, doe wat me is niet. Dat? Dat had ik op mijn andere telefoon niet, dus dat is een beetje gek. Maar even kijken wat er gebeurt als we staan niet toe doen. Kijk, ze zitten echt best wel netjes in je oren, hè? Zeg maar, ik dacht elke keer toen ik ze zag in de reclame en dingen, dat ze echt heel snel los zouden laten. Maar dat, het zit wel goed, hè? Sorry hoor, dat ik zo hysterisch aan het bewegen ben. Maar ik ben even aan het kijken of ze eruit vallen. Maar gaat goed. Ja, ik vind ze wel heel erg mooi zitten. Sorry maar, hoor. Maar, sorry, volgens mij praat ik heel hard. Maar ik moet zeggen... Oh ja, is dat nooit je hard? Geluid is best wel goed. Dus dit is wel heel fijn ook in misschien de sportschool. Want mijn oorbus van Apple, eerlijk gezegd, moet die heel hard doen voordat ik het goed hoor. Heb jij dat ook? Ja, een beetje wel inderdaad. En ik heb het liefst dat ik gewoon lekker veel... Luister, maar er is even één dingetje. Ja. En ik kreeg hem gewoon niet goed geconnect met mijn iPhone. Maar er is ik echt hem heel goed geconnect op een Samsung of een Android telefoon. Ja, het rare is dat je dus bij Tare kreeg je de vraag of ze dus mocht luisteren naar je gesprekken. Toch? Nee, ja, ze wilde mijn contacten of zo en mijn favorieten. Dus dat is dus... een beetje... En ze wilde luisteren naar mijn Bluetooth gesprekken. Dus dat is echt creepy. Ten tweede... kregen we maar één van de oordopjes geconnect. Ja. En zag je ook twee van die oordopjes in de Bluetooth-lijst. Alsof ze allebei zou moeten connecten. Dus dat werkt eigenlijk nee, niet. Nee, en natuurlijk elke heel erg lang. Maar dit is een Honor Android-telefoon die ik nu in gebruik heb. En daar gaat het echt gewoon en meteen deze goed. Deze gaat soepel. Dus we zaten te denken, Apple blokkeert misschien neppe Apple-producten of zo. En Android vindt het allemaal best. Dat is onze theorie. Ja, inderdaad. Dus als je er meer vanaf weet, laat het vooral even weten in de comments. Want het is even iets waar we nu verbaasd over zijn. Dus ons eindoordeel. Ik geef een duim omhoog als je dus een Android-gebruiker bent. En, ze bleef ook heel goed zitten met hardlopen, toch? Ja, zeker. Ze bleef heel goed zitten. Geluid is ook heel erg goed. Nee, heel goed. Oké, okay, heel erg goed is misschien... Het is prima. Ja, het is geluid. Prima geluid. Maar ja, het werkt niet met iPhone. Hallo? Dat is toch jammer? Ik vind het echt oprecht heel erg jammer. Dus daar krijgt hij een duim naar beneden. Ja, van mij krijgt hij een duim naar beneden. Gewoon om die reden. Volgende item is voor iets wat je op je telefoonhoesje kan plakken. En het is weer een houdertje. Maar het is niet alleen een houdertje. Het is ook een dingetje zodat je je telefoon lekker kan rusten. Dus eigenlijk net als dat vorige hoesje. En het is ook nog eens een organizer voor bijvoorbeeld je oordopjes. Want dit plakkertje die kan je dus op je telefoon plakken. Maar die kan je ook schijnbaar heel makkelijk verwijderen. Dus dan neem je hem gewoon mee op je telefoon. Maar als je dan ineens zoiets hebt van oh, ik wil mijn oordopjes... bij elkaar wikkelen, als je dus niet die amazing earpods hebt, dan kan je hem even voor je telefoon afhalen en dan wikkel je hem eromheen. Dat is het idee. Dat moeten we nog even gaan testen. Ja, het lijkt me ook wel fijn als het dus inderdaad om een hoesje kan die je misschien eigenlijk te mooi vindt voor zo'n ding, maar dat je hem weer kan verwijderen. Dus ik ben echt benieuwd. Hoe erg, en of die wel dan stevig genoeg is, omdat je hem dus kan verwijderen, dat soort dingen. Het lijkt trouwens echt een soort, een beetje op een soort van telefoon. Oude telefoon, ja. Dus dat is ook wel weer grappig. En hij is redelijk aan de grote kant. Ja, hij is wel echt huge. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Nou, we hebben hier het, oude telefoonplakje. Hij ziet er niet heel erg denderend uit. Hij ziet er echt heel simpel uit. Dus ik heb geen idee hoe dit werkt. Moet ik gewoon drukken, denk je, zoals een zuignap? Ik denk het, ja. Maar wel voorzichtig boven de bank houden straks. Oh, kijk. Ja. Oh, het is echt gewoon een zuignap. Wow. Best wel, moet je kijken zo uit ik moest trekken. Very nice. Voelt wel goed, ja. Zullen we eens die andere functies uitproberen? Want je kan hem ook als een standaardje doen. En dan moet je ze dus heel dicht bij elkaar doen. Maar dit is toch heel slap? Dit is heel Hoe zacht. Kan het nou als standaard dan staan? Nee. Ik dacht dat het op de verpakking stond dat dat de bedoeling was. Ja, nee. Nee, oké, daar niet voor. Nee, hier heb je echt niks aan. Maar kan je ook nog hem gebruiken als een organizer voor je oordopjes? Eigenlijk doe je dit alleen maar bij elkaar en dan plak je dit op elkaar. En dan... Ja, dit is wel handig. Ja, het werkt. Het werkt dus je kan gewoon eigenlijk wel. Alles, je kan ook je sleutels erin hangen als je dat wil. Heel random wat ik nu ga doen, maar misschien handig om je tas op te hangen aan een tafel. Nou, show us. Stel je zit in een restaurant en ze hebben een of andere plastic tafel of van metaal. En je wil je tas niet op de grond zetten. Tada! Dat is toch best wel handig? Nou. Ik moest er even random aan denken als die dan toch in je tas zit. Wauw. Nou, waarschijnlijk kan het 9 van de 10 keer niet omdat die tafel van hout is. Maar als het dan wel kan,
Very smart. Dus op het eerste gezicht ziet het eruit als echt een heel simpel raar dingetje. Het ziet eruit als een zonnebankbril. Oké, sorry. Maar wat geef hem? Wat is het eindoordeel? Ik geef hem gewoon een duimpje omhoog. Ja. Wij zijn heel erg benieuwd welke telefoon jij hebt. Dus laat het eventjes achter in de comments. En we zijn ook wel benieuwd of jij een van deze gadgets zou willen aanschaffen. Zowel, dan hebben wij in ieder geval alle linkjes in de beschrijving gezet alvast. Laat ons ook eventjes in de comments weten welke ander soort AliExpress video's je op ons kanaal zou willen zien. Of als je misschien iets van een gadget in je hoofd hebt die je graag uitgetest zou willen hebben. Laat het ons weten. Het lijkt ons heel erg leuk om even te kijken wat voor soort andere video's we zouden kunnen opnemen voor jullie. En ik vind het altijd heel erg gezellig om van jullie te horen natuurlijk. Nou, vergeet deze video geen duimpje omhoog te geven. En wat is dit? Nou, vergeet deze video geen duimpje omhoog te geven. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En dan zien we je heel graag terug in de volgende video. Doei! Doei.